Meer dan 100 onbekende werken van Jopie Huisman had de familie van de schilder al bij me koos zwielen. Doel is om in april van dit werk, dat er bij zijn libben om particulieren verkochte fortune had, een expositie te houden. De tentoonstelling wordt een bonte sameling van net registreerde werk uit privébezit. Zelfs uit het eigen wenhuis van Jopie Huisman. Ik had het huisje gekocht en ik wou het verbouwen. En toen sloop ik die schoorsteen die wou ik eruit hebben. Want die namen te veel ruimte in. En ik was aan het hakken en toen rolde er in één keer een aquarel van boven naar beneden. Dat was het enige waardevolle wat nog in het huis stond en dat had ik toen. Grote verrassing bij haar ziektocht, wie de finist van aquarel, in bezit van een oud boerman van de schilder. Oon hem skonken bij een huwelijksfeest. Het laatste schilderwerk van Jopie Huisman. Het is een paar dagen later, toen ziet Jopie hier op deze put. Wie er wel heger. Er rookte wel vaker een sigaretje, maar hij zit toen ben ik naar hem toe gegaan. Even te praten met hem te maken zien. Toen zei hij, maar hij zei, ik viel je lang niet lekker. Nou, ik zei, dan moest je maar een sigaretje opsteken, dan viel hij wel wat beter. Nee, hij zei, het roken, dat smaakt me niet meer. Nou, toen is er 12 uur later weer naar het ziekenhuis te gaan. Toen had er dus nooit weer om geweest. Dan weet ik zo dat dit zijn laatste werk geweest had. En op een nij beziek het Huisman de trije schilderijen Boppe Wetter te krijgen, die bij een expositie in 1984 in Nuenen stellen waren. De stellerij wie de aanleiding om al zijn werk naar Warkum te helgen, van permanente uitstalling in een eigen museum. Er is contact met hem zocht door mensen die witte wezen binnen. Die zeggen dat ze weten waar ze zijn. Die zeggen dat. Komen die mogelijk hier te hingen op die expositie? Ik hoop het wel.